Een illegale rave, georganiseerd onder een brug door een van Nederlands grootste rappers, bleef onder de oppervlakte, terwijl er ook wat vlogpower aanwezig was. Een andere YouTube-artiest werd de maat gemeten. Langzaam zien we ons land ontwaken en ben je er bijna aan gewend. Maar willen we dat wel? Willen we wel wennen aan iets wat zo vernietigend is voor onze schone kunsten, het samen zijn en genieten van het leven? Want we leven wel, maar soms lijkt het alsof we ons hebben verdoofd, maar wel aanwezig zijn bij onze eigen operatie. Zolang de fanfare blijft spelen, zullen wij niet aan ondergaan. Welkom bij de Kloetkast. Prachtig, hè? Maar? Ja? Wat klopper? Nou ja, het was een rapper. Oh ja, sorry. Je broer. Ken je je broer? Van gehoord. Ken je je broer? Oh, sorry, ik dacht het. Nee, niet van hij. Zijn broer is een artiest. Ja. Die ken je wel, toch? Ja? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, vorige week was er een. Was het een albumlancering van zijn album. En hij heeft een rave georganiseerd. En er waren toch wel wat grote artiesten aanwezig. En ik vond dat toch wel. Ik vond het bijzonder dat dat nergens was opgepikt. Ja, Shownieuws had het, geloof ik. Hij moest het googlen, omdat ik dit had geschreven. Hij las het, hij dacht, wie dan? ik vond dat zelf wel bijzonder, omdat het. Omdat je toch wel ziet dat er steeds meer dingen georganiseerd worden en mensen daar dan wel of niet opduiken. En er waren toch wel wat grote rappers aanwezig die daar ook waren. Waarvan je dan denkt, nou ja, het is wel een voorbeeld. Ja. Maar wat bedoel je? Van, het is niet wel goed. Het is wel een voorbeeld. Nou, ik vind het, wat ik er opmerkelijk aan vond, was dat het een albumpresentatie was. Dus dat het een soort commerciële combinatie had van ik ben het er niet mee eens. En dat het gewoon mensen zijn met meer dan allemaal 500.000 volgers op Instagram. Dus dat zet het toch niet. En ja. Dat het. En dat niet, stond niet op de NOS. Nee. Dat is wat ik lees. Want hoeveel mensen waren er dan? Er waren er 100, 150. Ja, en buiten. Ja, nee, het was onder een brug. Maar ze stonden wel heel gezellig met elkaar te knuffelen. Ja. Nou ja, maar het is niet dat ik... Ik merk het bij mezelf ook, hoor. Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie weekend... Hoe was jouw weekend, Hein? Ja, vrij overzichtelijk. Ja? Ja. Geen raves? Nee, een gat in de schutting gemaakt. Zodat een kind er doorheen kan kruipen. Met buurt. Het is heel functioneel weekend gehad. Ik heb toevallig 2 voorstellingen gezien. Wat echt uitzonderlijk veel is voor in 1 weekend en helemaal nu. Ik heb 2 voorstellingen gezien. En ik zat nu al dicht bij de microfoon. Dit afgelopen weekend. Ja. Maar we zitten bij jou thuis. Ja. Dus ik zou zeggen, dank voor de gastvrijheid. En bij Antoinette Beumer. Ik wou zeggen, meer introduceren. Ja, bij wie zitten we thuis, jongens? En. Dan een spelletje. Ja. Maar 2 voorstellingen heb je dit weekend gezien. Welke voorstelling heb je gezien? Ik heb een optreden van Maarten Heijmans gezien met liedjes van Ramse Shaffi. Dat was vrijdagavond. En gisteravond een voorstelling van de Warme Winkel, Dry Out. Die was helemaal coronaproof. Die heette Piepshow. En iedereen zat in een eigen hokje. En het was een decor wat helemaal rondom was. En het moest allemaal via aparte tijdslots. En A, B's en C's naar binnen. In de brakke grond zat in toch? De brakke grond, ja. En was dat, hoe was dat? Nou ja, dat was. Ik vond het sowieso heel fijn om weer naar het theater te gaan, dat weer kan. Ik vind het wel lastig dat het voor een deel ook over de coronatijd gaat eigenlijk. En nu we er zo aan het uitkruipen zijn, is natuurlijk de vraag hoeveel wil je er dan nu ook nog mee bezig zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik bij Videoland eigenlijk heb gezegd, laten we ons daar niet op focussen. Want tegen de tijd dat je iets af hebt, ja, dan zit je weer in een andere wereld. Maar ik vond het eigenlijk om diezelfde reden ook soms ontroerend. En het was een try-out, dus ik wilde ook niet te veel meteen heel kritisch naar kijken. Ik vond het een belevenis. Ik was met mijn dochters en het was heel grappig. Omdat ik ze wel hoorde lachen in die verschillende hokjes. Maar doordat je niet meer als publiek één bent, maar allemaal een individu, reageer je volgens mij ook anders. Je zit anders, soms was je hokje verlicht. Dus, en dan kon je ook de overkant goed zien. Dus je was je ineens bewust van allerlei dingen waar je normaal gesproken helemaal niet bewust van bent. Dat vond ik wel
Dat vond ik wel een interessante belevenis eigenlijk. En die andere voorstelling, die was gewoon... Dat was Maarten speelt in mijn film. Ja. En die had me uitgenodigd en dat was heel erg leuk om te zien. Dat kan hij gewoon supergoed. Hij zingt echt... De eerste helft van het programma was Ramses, nummers van Ramses, zoals Ramses het zelf ongeveer had gezongen. En de tweede helft waren nieuwe arrangementen. En die vond ik wel meteen interessanter, die tweede helft. En waar was dat optreden? In de Halle. In de pop-up. Ja, zoiets gedaan daar. Pop-up, heet dat volgens mij. Ja. En de NHL, zitten mensen daar dan heel... Is dat dan heel neurotisch, anderhalve meter? Zij hadden dat. Wat wel echt leuk is, dat iedereen er iets creatiefs mee doet. Want zij hadden, je kon kiezen van tevoren of je wilde zitten of liggen. Ja. Dus er lagen allemaal matjes of persische tapijten. En her en der stonden stoelen en banken. Ja. Dus het was echt heel makkelijk om ergens te gaan zitten op een hele ontspannen manier zonder dat je in de buurt was van iemand en zonder dat je heel erg het gevoel had dat je spastisch uit elkaar gezet was. En eigenlijk was die andere vorm van de piepshow was hetzelfde in die zin, dat ze echt er iets mee hadden gedaan wat ja. een verrijking was en niet een verarming. Want het lijkt me heel vervelend om in een gewone zaal te zitten en dan die anderhalve meter te hebben. Ik ben ook nog niet naar de bioscoop geweest, want op een of andere manier... Ja. Ziet daar een beetje tegenop, vind ik dat ook een beetje treurig. Ja, ik ga ook wel eens. Ik kan me een paar Turkse middagen herinneren dat ik door Istanbul liep. En dat ik dan om 3 uur dacht: hé, wat is het heet? Ik ga naar de film. En ik denk dat dat een beetje de ervaring is, want dan is er niemand. Nee. Dus ja, ik vind het op zich best lekker om in mijn eentje in de bioscoop te zitten hoor. Dus dat is het niet. Want ik ben zelf ook nog niet geweest hoor. Maar ik vind het meer treurig voor ons allemaal dat het nu zo is als het is. Want ik zie gewoon de effecten om me heen. En nou ja, jij bent distributeur. Maar... Hij heeft zijn beste film, zei hij net. Nooit zo'n goede film, maar nog nooit zo'n succesvolle film. Oh, wat fijn. Ja. Welke? I See You. Dat is een Amerikaanse thriller. Ja. En we waren de eerste. Die een film uitbracht eigenlijk. En, zeker bij de commerciële bioscoop is er gewoon heel veel vraag van het publiek. Maar al die Pathé en Limited kaarthouders en zo, die willen als die gaan gewoon anders. Ja. Voor mij, ja goed, mijn lat ligt dan wat lager dan die van Disney of zo. Dus dan ben je al. Dat is goed om te horen, want ik denk dat er heel veel distributeurs zijn die niet gaan redden. Als die gaat fantastisch. Die heeft ook een rondvorm uitgebracht nu en die Piraat van die naast brengen ze nu uit. En dat loopt gewoon, doet het wat minder dan normaal, maar omdat er geen concurrentie is, is het nog steeds prima. Ja. Mijn distributeur Septemberfilm heeft er dus om die reden voor gekozen om mijn vader zijn vliegtuig pas in februari uit te gaan brengen in plaats van september. Snap ik. Ja, ik snap het ook. Ja. Ik ben ook eigenlijk zelf heel blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Dat ik dat niet zelf hoef te beslissen. Ik zou het ook echt namelijk niet weten. Aan de ene kant denk ik, als er heel weinig concurrentie is en mensen willen, waarom niet? Ja, maar er hoeft maar net 1 of 2 grote Amerikaanse films te denken, laat het eens proberen en dan ben je weg. Ja. Dus ik snap wel dat die de ruimte voor wat meer zekerheid probeert te zoeken. Ja, en ook voor hoe de film dan gepositioneerd gaat worden. Want zij zien het dan als een grote arthouse film, dus... Mm. Niet voor de grote Pathé-zalen. En dan heb je het al snel over een ketelhuis waar nu 150 stoelen kunnen er 48 mensen in of zo. Ja, minder waarschijnlijk. Ja. Kan je je microfoon iets omhoog draaien? Ja, sorry, die had ik naar beneden gedaan. Ja, kijk zo. Ja. De koptelefoon zit ook nog steeds op het hoofd, dat is goed om te zien. Ja, eigenlijk tijd. Maar... we zijn hier vandaag bij jou. Zou jij ons een klein beetje mee kunnen nemen in hoe wij hier bij jou terecht zijn gekomen? Waarom zitten wij hier? Nee, maar hoe jij begonnen bent met jouw carrière? Want je hebt je hebt hem al genoemd. Mijn vader is in vliegtuig een boek geschreven, een film van gemaakt, waar we denk ik straks nog wel wat verder over kunnen doorpraten. Maar kun jij ons kort meenemen hoe je tot die film gekomen bent, zeg maar. Niet waarom je die film hebt gemaakt, maar de reis daar naartoe. Zeg maar. Ja.
Ja, dan gewoon in zijn algemeenheid, want de film zelf heeft een, en het onderwerp heeft een hele lange reis. Ja, dat is het. Dus die zet die, al... Die zetten we nog even op de kaart, ja, die lange reis. Ja, die lange reis. Nee, qua vooropleiding heb ik de theaterschool gedaan, de vieropleiding. Dus ik ben eigenlijk theaterregisseur. Ik wist ook helemaal niet dat filmregisseur een beroep was wat je kon leren op een opleiding. Dus ik... En ik kwam eigenlijk meer vanuit acteren. Dus ik acteerde al heel jong voorstellingen. Ik acteerde al heel jong, speelde ik in gewoon amateurvoorstellingen. Dus dat lag het dichtst bij dat ik dacht dat je kon worden. In welke stad? Amstelveen. Amstelveen, ja. Ja, nee, ik moet lachen, Amstelveen is echt de doodste stad. In mijn beleving, maar het speelt zich veel af in Amsterdam natuurlijk. Want, ja. Maar daar ben ik opgegroeid. Dus ik ben op een gegeven moment naar de theaterschool gegaan, omdat ik toelating deed voor de acteeropleiding. En bij de theateruniversiteit van dramaturgie zat ik in een soort vast gezelschap. En daar speelde ik dan een heel jaar door allemaal verschillende rolletjes. Het stelde allemaal heel weinig voor. Maar het was wel heel leerzaam. En de laatste voorstelling werd gemaakt door een docent die dan altijd een soort klapper van het jaar maakte. En dat was dan een hele grootse voorstelling. En ik speelde serveerster en paard. Ik had gewoon twee hele kleine rolletjes. Was ook niet echt heel talentvol. Maar toen zat ik dus tussendoor heel vaak naast hem. En toen dacht ik ineens, jeetje, dat is het. Weet je wel, dat vind ik veel en veel leuker. Dus toen heb ik me ook aangemeld bij de regieopleiding voor de theaterschool. En daar werd ik toen aangenomen. Hoe doe je toelating daarvoor? Ik heb ooit één keer een toelating gedaan voor de toneelschool. Toen moest ik ook kapje spelen of zo. Maar wat moet je doen als je toelating doet voor de regie? Dat lijkt me best. Want voor film kun je nog zo van zeggen, kijk, ik heb een film gemaakt. Als je 18 bent, dan heb je wat aan elkaar geknutseld. Ja, het was maar, heel veel doen. Het waren een aantal weekenden, workshopachtige weekenden. Toen was dat. En dan moest je, het eindigde ook met een soort solo die je dan zelf speelde, maar ook zelf moest vormgeven. Het enige wat ik me kan herinneren was dat ik op Albinoni, Adagio van Albinoni, in een kist zat en wormen naar buiten gooien of zoiets. Het steden gewoon wel nog wijs gebleven van die toelating, maar daar vonden ze het schijnbaar toch wel interessant genoeg om aan te nemen. Dus je moet ook meer laten zien dat je in staat bent iets in beweging te zetten, ja. Keuze. Ja, ja, ja. Maar dat is wel eigenlijk, kijken ze dan naar wat je fysiek doet op dat moment, in plaats van dat je een product... Ik denk dat ze naar het hele plaatje kijken. Ja. Ik denk dat ze... volgens mij is het nu allemaal echt anders hoor. Maar toen, want nu nemen ze ook maar 5 mensen aan. En volgens mij moet je ook wat ouder zijn. En ik was trouwens ook niet meer heel jong. Want ik had nog heel veel vooropleidingen daarvoor gedaan. Omdat ik gewoon echt niet wist wat ik wilde. Ja. En sowieso ook na mijn MAVO 3 al van de school af was gaan in een kapperszaak werkte. En dus, het duurde vrij lang voordat ik bij een hbo-opleiding uitkwam. Hoe oud was je dan toen je begon? Volgens mij was ik 23 toen ik werd toegelaten. Ja. Ja, dan hebben sommige mensen al een... Ja, die hebben al een studie als een crisis zitten. Ja. Ja. Nee, dus dat heb ik gedaan. En eigenlijk... grappig genoeg, bij die piepshow voorstelling die ik dus gisteren zag, zat ik te praten met mijn dochter over dat in mijn tweede jaar of zo had ik ook een voorstelling gemaakt waar het publiek achter een wit landbouwplastic zat, waar de gaatjes in zaten. En dan, want ik wilde de hele tijd eigenlijk bepalen waar het publiek naar keek. Ik had gewoon heel veel moeite met toneel, met het totale plaatje. Mm-hmm. Ik had een andere voorstelling dat mensen dan met een mijnlamp op zaten en dan bepaalden waar... waar eigenlijk het licht op het toneel viel. Ja. Om maar te zorgen dat hij een soort van focus kon krijgen in het totaal. Ja. En daar heb ik eigenlijk mijn hele opleiding mee geworsteld. Totdat ik in mijn derde jaar een 3-camera-cursus kreeg. En toen dacht ik, ja, dit is het. Toen had ik een uitwisseling met Rietveld. Toen kon ik nog overstappen op audiovisueel. Maar dan had ik weer een jaar terug. Ontmoeten. Ik dacht, ik wil ook wel eens een keer mijn leven iets afmaken. Ja. Dus uiteindelijk ben ik met een VPRO-serie afgestudeerd. Dus niet eens met een theatervoorstelling. Omdat het eigenlijk al in mijn opleiding zo duidelijk werd waar mijn talent lag. Ja. Dus die kans die deed zich voor en zij gaven, vonden dat voldoende voor een diploma. Waar je niks verder aan hebt aan zo'n diploma. Welke serie was dat? Die heette De Familie Hazelrug. Ja.
Hij was in 1989, dat ligt heel lang geleden, had de VPRO een hele zomer fietsen door de jaren 80, heet dat. En dan kregen allemaal jonge talenten kregen de kans om iets te maken. En uit mijn tijd met de Rietveld Academie was ik met een collectief, die heette de Smerige Vissen, maar we waren allemaal jongens, allemaal super leuke gasten. Waar we een eigen collectief begonnen en we hadden voor Salto Televisie een serie gemaakt. En, dus eigenlijk daar ontstond het familie Hazelrug idee. Het enige wat ik me daar nog van kan herinneren, want ik heb het laatst nog geprobeerd op te zoeken of het bij beeld en geluid nog bestaat. Want het was totaal absurdistisch. Het ging over een parachutist die zelfmoord wilde plegen en dan in de huiskamer van de familie kwam te hangen en daar dus aan zijn parachute hing. En dan ging het eigenlijk over die familie waar hij dan in hing. En met allemaal hele rare... Maar dat had je met die groep mensen, met die groep jongens, had je dat bedacht? Ja. En schreef je daar dan, was dat geïmproviseerd of was dat gewoon... Nee, we hadden echt wel een goede taakverdeling. Ja. Ik deed dan regie en we hadden camera en geluid. En met elkaar hebben we volgens mij, en met acteurs, hebben we dat scenario. Ja, het was allemaal heel, ik had echt geen idee hoe dat moest, een scenario. Maar toch hebben we 5 delen. Dat was gewoon 5 weken lang, iedere aflevering iets van 20 minuten of zo. Een totaal... Dus ergens op VHS ligt dit nog weg te stoffen. Dus als iemand hem kan vinden, dan... Ja, ik denk dat het echt totaal... Dat was ook met iets met een dichtgevende hond. Nee, maar hele bizarre dingen zaten erin. Ja. Maar goed, je was toen 27? Ja. Zoiets, ja. En omdat ik met die jongens ook voor Salto maakte dan heel veel programma's waar we ook mensen moesten interviewen. Ja. Dus als iemand in beeld iets moest doen, dan deed ik dat. Ja. Dus toen heb ik ook nog even een zijpad bewandeld. Want toen werd door al die omroepen gevraagd, omdat we dan opvielen als een kunstzinnig groepje. Ja. Jonge makers. Toen heb ik bij de KRO een jongerenprogramma gepresenteerd. En uiteindelijk heb ik toen ook nog bij Film, dat heet Filmnet, wat nu... Was dat Canal Plus? Net 1. Nou ja, in ieder geval wat vroeger veel net was. Heb ik een jaar lang, pas helemaal speeltuin, was ik presentatrice van een talkshow, van een quiz, van 3-4 keer in de week op tv. Super grappig. Niemand zag het, want het was achter een kastje. Achter een kastje. Nou ja, dit was dan wel, werd wel vrij uitgezonden, maar niemand wist dat. Dus. Maar gek genoeg wisten ze het in België wel. Dus in België was je even, beroemd in België. Even herkende ze hem in België. Ja. En ik deed het met Michel Follet, heette die. Dat was een Belgische presentator. Een Belgisch-Nederlands programma. En die groep mensen, heb je daar nog steeds contact mee? Met die? Nee. Nee, ze zijn allemaal wel. Nou, Marco Vermaas zat erin. Die doet nu geluidsnaamwerking. Ja. Dus die is een hele andere kant op gegaan. Er zaten veel vormgevers bij. Dat was echt een hele leuke, dikke tuiner, zat erbij. Ik weet niet of je naam wat zegt. Ja, met dat clubje. Ja. En vanuit daaruit? Vanuit daar. Toen was ik klaar met school. En toen heb ik een paar jaar bij eindexamenfilms van de Filmacademie regieassistentie en opnameleiding gedaan. Commercials, allemaal dat soort dingen. Series. Omdat ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon... zelf gaan regisseren, maar dat heb ik niet geleerd. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment van Jo Nijnhuis, die assisteerde ik en die ging naar Goede Tijden. En die zei, wil je niet een jaartje Goede Tijden komen doen? Want als je het ergens leert, is daar. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan. En daarvoor had ik wel een eencamera regie gedaan. Dat was Recht voor zijn Raap. Dat was, was ook zo'n talentding vroeger. Dat was ook gewoon op film met één camera. En toen dacht ik wel, ik kan het echt nog niet. Dus dat was echt zweten. Want toen was ik zwanger van mijn eerste kind, die nu 27 is. Dus dat was mijn eerste regie. Ja. En daarna kwam Goede Tijden. En volgens mij kwam daarna Spangen of Hertekamp. Ik weet het ook niet meer. Hertekamp. Maar veel televisie dus? Ja, ik heb eerst heel veel jaren televisie gedaan. En ik kreeg ook ondertussen 2 kinderen. Ik was daardoor ook wel heel veel weg. Mijn toenmalige partner Joran Luursen en ik waren natuurlijk allebei regisseur, dus we wisselden het af. Dus de ene jaar was de ene aan de beurt en het andere jaar was de andere aan de beurt. Dus
zover, zo goed als je dat kan plannen. Nou ja, dat is een paar jaar. Ja, een paar jaar is dat eigenlijk best. Nou ja, ik deed mijn jaar niet werken eigenlijk zo in de rondte bevalling. Dus je kon niet spelen. Ik kon gewoon niet. Nou ja, die kinderen hebben wel een focus gegeven, moet ik zeggen. Omdat je ook, je moet gewoon echt gaan kiezen van waar ga ik mijn tijd aan besteden. Want ik ga bij hun weg. Dus het moet dan ook wel echt de moeite waard zijn. Dus dat maakte wel dat ik, dat voor kinderen was alles leuk of zo. En toen de kinderen er eenmaal kwamen, kwam er eigenlijk pas een focus in de carrière. En toen, even kijken, was bij Spangen volgens mij. Toen was mijn jongste dochter 7 maanden. En, en ik woonde dan door de week in Rotterdam. En in de weekenden kwam ik dan naar Amsterdam, van een au pair. Ja. En begon die te praten en die zei alleen maar papa. En dan zat ik zo boven dat wiegje iedere keer van mama. En dan bleef ze maar papa zeggen. En toen dacht ik, ik moet iets in mijn leven gaan veranderen. Want anders dan ga ik wel een heel groot deel van dit plezier missen. Ja. En toen heb ik besloten om te, en dat eigenlijk is dat wel een soort van rode draad door mijn carrière geweest, als ik er nu op terugkijk, is dat ik eigenlijk iedere 7 jaar, en het is echt wel ongeveer om de 7 jaar, het roer omgooi. Dus dat was, nog even los van de regie theater, roer naar film, was het daar van serie naar commercials. Ik dacht echt van, ik moet gewoon vaker thuis zijn. Dus dat geef mezelf een jaar om ertussen te komen. Alleen, dat ging heel snel, heel snel tussen. En er waren helemaal geen vrouwen die commercials maakten. Dus ik was ook, en ik had Hertkamp net gedaan. Dus dat was ook een soort, dat sloeg heel goed aan bij commercial of bij de reclame mensen in die tijd. Want die Hertkamp? Die Hertkamp, eigenlijk de combinatie van wat mijn kracht werd toch wel heel erg op de humor. Ja. Dus acteurs met humor en het feit dat ik een vrouw was, maakte toch heel veel verschil. Daar heb ik eigenlijk in mijn carrière of leven nooit zo heel veel last van of profijt van, maar in ieder geval daar wel. Ja. In ieder geval voor de eerste paar jaar, want toen was ik echt zo van het snoepje van de week, iedereen wilde wel. En toen maakte ik ook met een paar grote teams echt hele grote commercials, maar met van heel veel geld ook. En produceerde je dat zelf ook? Of was het... Uiteindelijk wel, ja. Dus ja. Ik heb eerst bij verschillende productiemaatschappijen gezeten, maar ik kreeg zoveel werk. En dat waren echt miljoenen producties. Weet je. Dat was gewoon een commercial van 1 miljoen of van 600.000. Het producent me echt zei van moeten we niet nog een draaidag erbij doen? Ik krijg het gewoon niet op, weet je wel. Het is een totale omgekeerde manier van produceren. Een luxe. Totale luxe, en omdat ze je dan ook graag willen houden, kreeg ik gewoon de helft van de winst. En op een gegeven moment dacht ik, kan beter zelf doen. Ja. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. Het kantoor natuurlijk, met Helene Dankbaar. Dus dat hebben we een aantal jaren gedaan, maar eigenlijk begon het daartussendoor wel weer te kriebelen. Plus mijn idee van, ik wil wat vaker thuis zijn, was eigenlijk mislukt. Want ik was misschien nog wel minder thuis, omdat ik ook veel in het buitenland en Joran die stopte helemaal met werken, want die zei toen van hier kan ik ook niet meer tegenop verdienen, dus jaar op jaar af, doe het maar, zolang als dat het iets oplevert en dan ga ik daarna wel weer werken. Ja. Dus onze levens gingen ook een beetje uit elkaar drijven op die manier. Mijn leven werd eigenlijk steeds groter en dat van hem steeds kleiner. Eigenlijk het uitgangspunt van Soap geweest ook, de film, die periode. Dus daar hebben we in ieder geval veel inspiratie uit kunnen putten. Maar goed, dus na 7 jaar dat te hebben gedaan, werden ook de klussen echt veel minder, moet ik zeggen. Dus die budgetten waren veel lager. En nou vond ik dat op zichzelf niet zo erg, maar ik stond echt hele stomme commercials te maken met de toppers. In een witte limbo-studio voor C1000 met foute tilapia, met veel vissen achter elkaar aan. Nou, het was gewoon echt heel, dat Helene en ik elkaar echt aankeken van volgens mij is het tijd om hiermee te gaan stoppen. Maar dat heb je dan, jou? Nee, 7. Precies. Ja. Nou, zo om en nabij is dat wel, klopt dat wel, 7 jaar. Ja. Want toen ben ik, zij hebben bedrijven gestopt, zat nog genoeg geld in om in ieder geval een jaar lang te zeggen, oké, dan ga ik het roer weer omgooien, wat ga ik dan doen? Ondertussen was ik gescheiden, want die werelden waren toch te veel uit elkaar geroemd.
Dus ik had de helft van de tijd kinderen en de helft van de tijd geen kinderen. Dus dat gaf ook weer een hele andere dynamiek. In ieder geval, ik heb altijd zelf mijn eigen geld verdiend. Maar toen had ik helemaal het idee van, ja, moet het ook echt zelf doen. Ja. Toen heb ik een rondje gemaakt langs allemaal producenten. Ik ben eigenlijk altijd wel een enorme goer geweest in zelf kansen creëren. Dus toen ben ik langs allemaal producenten gegaan. Ik zeg, ja, ik had toen ook al een documentaire gemaakt over Hans Klok. Ik had Willems Park kinderserie gemaakt, kindertjeserie, comedy, commercials. Dus ik was eigenlijk heel ongrijpbaar voor heel veel producenten, omdat ik te veel verschillende dingen had gedaan, waardoor ze me niet echt konden pinpointen. Zo van, als we deze serie of deze film hebben, dan gaan we naar jou. Ja. Dus toen zei ik van, ik wil denk ik wel anders ook. Ik wil, want volgens mij is eigenlijk wat ik allemaal heb gedaan ook een hele goede basis voor produceren. En dan wil ik dat misschien wel gaan doen. Dus toen heb ik een paar gesprekken gehad waar we ook bijna stappen hadden gezet om met elkaar in zee te gaan. Inkopen in bedrijven en dat soort dingen. Totdat iWorks toen zei van, we hebben de rechten van de gelukkige huisvrouw, we hebben het al gefinancierd. Maar het was een beetje gefinancierd, het kleine zusje van Komt de Vrouw bij de Dokter. En dan moet het binnen een jaar in de bioscoop. Dus van ontwikkelen, script, draaien naar release. Ja. Wil je die uitdaging aangaan? En toen dacht ik had echt geen idee wat ja te zijn. Toen zei ik, let's do it. En dat is achteraf gezien echt de allerleukste productie. En de meest leerzame, maar ook meest creatieve. Dat je weet dat je iets echt gaat maken. En dat het niet naar fonds hoeft, dat de schrijvers die erbij zitten weten dat iedere letter die ze op papier zetten, dat die ook uitgesproken gaat worden. Dat we ondertussen aan het casten waren, dat we locaties aan het kijken was, terwijl zij nog het script aan het schrijven waren. Dus dat was echt, zo zou het eigenlijk moeten. Ja. Dan ontwikkelt het zich gaandeweg. Dus schrijvers zaten soms ook bij de casting en dan passen ze hun scènes weer aan. En, dat was echt een super fijne samenwerking. En heb jij, die periodes waarin je dan wisselt, zijn dat hele bewuste momenten? Of is het meer dat de omgeving, kun je daar iets over zeggen? Hoe dat... Nou, achteraf is alles altijd een goed verhaal, hè? Ja, nee. Ja. Nee, ja, maar dat is echt zo. Want al die momenten hebben iets goeds opgeleverd. Maar toen ik erin ging, was het een en al, ik weet het niet, en... een onzekerheid. Dus toen de reclame stopte, vond ik het al doodeng. Vond ik echt een doodenge beslissing. Omdat ik wist dat ik ook financieel gewoon zelf helemaal mijn eigen broek moest ophouden. Dat ik een eigen huis had met kinderen. En dat ik de zekerheid van, ook al waren het klote commercials, met iets. En wist ik niet wat ervoor in de plaats kwam. Dus dat vond ik echt heel erg spannend. En ik vond het ook heel moeilijk om een focus te vinden, want ik heb wel een paar maanden of zo niet gewerkt. Dat je ook beseft hoeveel je eigenlijk je identiteit ophangt aan wat je doet. Dus als je dan mensen tegenkomt en die vragen hoe gaat het met je, of dan eigenlijk vragen heel vaak wat ben je aan het doen. En dat als je dan zegt, ja, lezer in de week yoga, absoluut, dan heb je geen gesprek. En, ja. Dus dat vond ik... Maar je hebt wel een gesprek, maar dan moeten mensen een stapje... Dan moet je een laagje dieper gaan, zeg maar. Zo voelt dat dus niet. Ik herken het wel, maar het is meer de... Hoe moet ik het zeggen? Sowieso als mensen vragen hoe gaat het en je zegt... Ja, nu zo vind ik het helemaal ingewikkeld. Want eigenlijk gaat het gewoon kut. Zeg maar, alles wat op de wereld is gewoon een hele rare wereld waar we in leven. Dus niks is echt leuk, zeg maar. We proberen het wel, maar... het gaat wel goed. Ja, tuurlijk. Het gaat altijd op een dag. Als je opstaat en je gaat naar bed, het gaat heel vaak gewoon goed. Ja. Het is niet dat je de hele tijd aan het struikelen bent. Maar dus wel maar je gaat die onzekerheid, kijk je dan wel gewoon recht aan en dan ga je er dwars doorheen. Ja, nou, dit was ook wel een combinatie van dat degene met wie ik die zaak had, Helene, onze interesses gingen ook echt een hele andere kant op. Ik was ook wel aan het rouwen, moet ik zeggen. Ik had de ambitie om met mijn eigen productiemaatschappij van commercials, om ook andere regisseurs binnen te halen. Om te zorgen dat we daarin ook jonge talenten kansen zouden geven. Maar ook dat we naar speelfilm en serie en zo zouden gaan.
En Helene heeft toen nog wel een binger gedaan, omdat ze dacht van oké, dat wil ik ook willen. Maar ze wilde het eigenlijk helemaal niet. Dus nee. Wij hebben elkaar daarin eigenlijk te lang ook vastgehouden. Ja. Het voelde echt alsof ik aan een dood paard aan het trekken was. En zij zei letterlijk, toen we echt de knoop hadden doorgehakt om te stoppen, zei ze ja, jij voelde de hele tijd als zo'n briesend paard naast me in een hok van ga nou. En ik ging gewoon maar liggen. Want we hadden elkaar zo, gingen elkaar zo in het negatieve eigenlijk. En hoe lang heeft die fase geduurd, denk je, voordat je de knoop doorhakte? Een jaar, denk ik. Ja, denk een jaar. Een jaar waarin je dan... Nou, misschien is het eigenlijk wel altijd zo geweest dat ik vanaf het begin een andere ambitie had met het kantoor. En dat Helene, ja, die ging in, grappig in de yoga, maar die ging een opleiding yoga leraar doen. En die wilde eigenlijk liever dat. En soms dan maakte ik een uitstapje dat we dan dat alles kon eigenlijk, omdat we maar met z'n tweeën waren. Omdat we ook niet zo hoge vaste lasten hadden en omdat we genoeg verdienden. Dus Wim van der Sande Bakhuis bijvoorbeeld, zijn laatste film, werd gevraagd of ik zijn backupregisseur wilde zijn. En dat was voor mij een hele mooie, maar ook hele intense en een verdrietige periode. Maar wel om naast een andere regisseur te staan. Dat sta je nooit als regisseur. Dus nee. Ik wilde dat heel graag doen, want daar vroeg ik mij persoonlijk om hem te helpen. Maar ook omdat het voor mij een hele mooie leerschool was. Dus dat ging ik doen en daardoor was ik een paar maanden weg en ging Helene gewoon een paar maanden op Ibiza zitten en ik vond het prima. En kun je alle commercials draaien als je wilt? Ja, ja, want daar hebben we toen wel veel gesprek af gehad. We werden toen nog niet zoveel commercials gedraaid. Nee. We gingen naar de en wat doet zij, en wat doet zij nu? Yoga. Dus. Yoga? Ja. Zij doet nu yoga? Ja, grappig. Ja. Op een matje. Ja, nou op haar leven is helemaal iets anders verlopen, want zij heeft... echt een super zwaar auto-ongeluk gehad op Ibiza. Dus het is eigenlijk een godswonder dat zij nog leeft. Maar ze is wel arbeidsongeschikt en geeft nu yoga les aan mensen met hersenschade. Want zij heeft zelf ook dus een hersenbeschadiging opgelopen door dat ongeluk. Ja. En we hebben op een paar maanden na elkaar, in hetzelfde jaar, dus een heel zwaar ongeluk gehad. Dus dat was, we waren net uit elkaar eigenlijk een jaar. En toen hebben we dus een grappig foto nog gemaakt dat ze naast elkaar zitten, dat ik dus met mijn arm in het gips zit en mijn kaak op elkaar gebonden. En zij echt ook, ze zat rechtop, maar dat was dan ook het enige wat je met ze kon op dat moment. Ja. Ja, want je refereert nu aan je eigen ongeluk van Loft. Ja. Wat eigenlijk... Nee, maar het is wel grappig, want wij kennen elkaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar op dat moment waren onze levens wel gekruist. Want wij maakten een film met Margot, met Chico. Ja. En ik kan me nog herinneren dat, denk 2 weken voordat wij gingen draaien of zo. Nou, en wij hadden helemaal geen geld. Dat wij gebeld werden van, ja, dit is een probleem. En dat wij toen, toen gingen we allemaal dingen uitzoeken of we het konden uitstellen. En dat kon allemaal niet. En ja, toen hebben ze volgens mij, is toen... hebben ze al zijn scènes afgedraaid. Zonder mij. Ja, en toen kwam hij de avond voordat we weggingen, volgens mij de avond voor de eerste scène, kwam hij om 10 uur 's avonds kwam hij aan. En moesten we hem knippen. En de volgende dag stond hij op de set. En gelukkig was hij de eerste 2-3 dagen, hoefde hij niet zo heel veel te doen. De eerste paar scènes ligt hij alleen maar in de taxi. Een beetje voor pampers. Dus dat was voor hem wel prettig. Maar dat was wel een. Voor ons was het intens op dat moment, maar ik kan me voorstellen voor jou nog veel, veel intenser. Ja. Dat was je tweede film. Ja. Ja. Nou, dat was sowieso een rare periode, want het was heel dicht op de gelukkige huisvrouwen. Te snel? Ja, misschien. Ik heb die kans met 2 handen aangegrepen. Ik zou hem nu niet meer doen, dat remake, maar toen was het voor mij echt een heel goede. Moment om, want nou goed, gelukkig huisvrouw was succesvol. Veel succesvoller dan de verwachting was. Ze dachten echt, hoewel de titel is natuurlijk een hele grote titel, Helene van Rooyen, en het boek had 1 miljoen exemplaren verkocht of zo, dus de titel was echt heel groot. Maar Helene zelf lag op dat moment niet zo heel erg lekker. Mensen waren er een beetje klaar mee. Er was met Rob Aanperk dat gedonder. En
En ze doet nogal heftige dingen natuurlijk in dat boek en in de film. Dus het was ook best wel spannend van gaan mensen daarin mee. En, ja. Nou, Carice van Houten heeft dat gespeeld en ja, die is daar heel moeilijk niet van te houden. Dus die combinatie van zwaar en licht en zo, dat is gewoon heel goed gelukt in die film. Want we hadden echt niet veel geld en het was echt wel een redelijk low budget. En ik was eigenlijk niet ervaren speelfilm, helemaal niet. Dat was gewoon mijn debuut. Maar goed, ik was wel 47, hè, dus het was niet dat ik net aan het ei was gelopen of zo. Nee. Dus toen kreeg ik wel meteen allerlei aanbiedingen van vrouwenfilms met moeilijke problemen. En toen dat hokje waar ik nooit in heb gezeten. Dus toen kwam Loft en toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon alleen al. Vanwege het genre, het was driedubbel budget, van de gelukkige huisvrouw. Ik kon laten zien dat ik ook mooi kon filmen, dat ik niet alleen maar rauw. En was ook al weer, was het ook al waarschijnlijk. Was helemaal gefinancierd, ja. Ja. Ja, maar dat was eigenlijk een hele rare productie, want er was voor een deel ook al gecast. Ja. De crew was voor een heel groot deel dezelfde als de eerste. En het idee was eigenlijk, maak gewoon de eerste film na. En toen heb ik nog wel heel hard gevochten om te proberen de rollen van de vrouwen ietsje meer. Maar ja, goed, voor zover dat kon, want het is zo'n hermetisch script. Dus het is zo plot gedreven dat het best lastig was om daar nog echt iets aan te veranderen. Ja. Maar ik had jammer genoeg de Belgische gezien. Mm-hmm. Omdat Raak van Bommel, de producent, mij gevraagd had. Die had ik leren kennen. Zij was de distributeur van See You in Vegas. Documentaire over Hans Klok, die samen met de Mike en de mannen gemaakt. Ja. En die bracht zij uit, dus zo kende ik haar. En toen klikte het heel erg. Ik ben vriend geraakt en zij vroeg me eigenlijk gewoon meer als een vriendin mee. Ze ging die film laten zien in het Ketelhuis aan een aantal mensen van Nederlandse filmmensen. Ik weet niet, Joep Gosvak zat in de zaal, kan me nog herinneren. Verder weet ik eigenlijk niet precies wie er allemaal zaten. Maar het was in ieder geval een beetje de vraag van, ik heb het recht om dit in Nederland te doen. En hoe zullen we dat dan gaan doen? En wil jij meekijken? Dus ik had hem al gezien en toen had ik dus die film al beleefd. En toen dacht ik wel, ik kan ten eerste die vrouwen allemaal niet uit elkaar halen. Wie is nou wie? Het was allemaal een beetje van hetzelfde. En ik vond die vrouwen allemaal onsympathiek. Dus het leek wel alsof die Belgische mannen een excuus nodig hadden om vreemd te gaan om gewoon een vervelende vrouw thuis te hebben. Terwijl ik dacht van nou, dat kan ik in ieder geval wel veranderen. Ja. Want dat geloof ik ook niet in Nederland, dat je bij iemand blijft als die vervelend is. Ik vind het spannender als je meer te verliezen hebt, omdat je het juist heel leuk hebt thuis. En dat als je dan het vreemd gaan uitkomt, heb je een veel groter probleem. Dus daar heeft eigenlijk mijn focus toen op gelegen, dat ik dacht. Dat kan ik nog een beetje anders doen. Werd daar strikt op gecontroleerd dan? Dat het hetzelfde moest? Ja. Nou, of was het gewoon meer je tekst van af op een script? Het script was heel. Ik weet niet of je de film gezien hebt. Ja, ik heb hem gezien, maar heel lang geleden. Ja, maar dus, super hermetisch plot. Het is echt zo'n plot waar je 6 keer over kan praten. Van, hé, maar zat het dan zus en zo en wie? En dus je kon ook niet echt. Dus het was heel moeilijk om daarvan af te wijken. Ik had dezelfde cameraman, dezelfde componist, dezelfde editor. Dus eigenlijk alle dezelfde art director. Vonden die mensen het nog leuk om te doen eigenlijk? Ja, ik geloof dat ze het uiteindelijk leuker vonden dan ze hadden gedacht. Omdat ik in ieder geval probeerde nog met een soort hernieuwde energie en natuurlijk een hele andere cast. Alsof we iets nieuws gingen maken. En ik had bijvoorbeeld Gerrit Martijn als opnameleider. En die had je een andere werktitel op de call sheet gezet? Want mensen dachten dat ze toch nog een andere film. Nee. Het appartement. Maar het is heel lastig om als je alle heads van de eerste film erbij hebt. En de producent. Want je moest eigenlijk eerst ook de producent. Dus, nou, maar ik heb me daar ook weer niet zo heel erg tegen verzet, want ik zag het alleen maar als een kans. Ja. Ik dacht, ik kan laten zien, ik kan ook iets met mannen, ik kan ook iets dat wat er mooi eruit ziet met de thriller. Dus ik ben niet alleen maar te boeken nu voor moeilijke vrouwen dingen. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn, dat was, daar ben ik wel in geslaagd. Daarna ben ik alleen maar films met vrouwen gaan maken. En dat ongeluk, is dat gebeurde in het begin van, ja,
Dat begin, nee, dat was niet het begin hoor. We waren best wel aardig op weg. Want het was alleen nog maar Chico's en zijn scènes in de studio die gedraaid moesten worden. Want alles buiten de studio hadden we al gedraaid. We hadden alles op locatie al gedraaid. Dus we gingen eigenlijk we sloten af in de studio. Dus ja, we waren op de helft. Nou is die film al voor de helft in de studio. Ja. Dus Erik van Looy, de Belgische regisseur, heeft toen die scènes van Chico overgenomen. Vanwege zijn haar, dat is waar, ik was het vergeten. Maar ook vanwege iedereen zijn beschikbaarheid. Dat was natuurlijk een enorme puzzel om die film bij elkaar te houden. Ja. Maar heb je überhaupt toen in het proces daarna nog wel überhaupt in montage en dingen? Want ik kan me voorstellen dat dat... Nee, ik was eigenlijk na 2 weken stond ik alweer op de set. Hè. Het was echt totaal belachelijk. Dat heeft me, denk ik, wel uiteindelijk waar ik... gecrashed ben jaren later, is hier wel de voedingsbodem voor geweest, mede. Want ik had het gevoel dat ik gewoon, ik zat in een keiharde rijdende trein en van het ene moment op het andere moment lag ik thuis op de bank. Voor wie het niet weet, de set was ingestort. Ja. En de cameraman en ik en nog 3, 4 andere mensen zijn naar beneden gevallen. Maar Danny Elfse Kamerman en ik waren op de hoogste punt. Dus wij zijn het diepst gevallen, zeg maar. En het rottigst terechtgekomen. Dus de rest had blauwe plekken en dat soort dingen, maar niet echt gewond. Maar Danny en ik zijn echt met gillende sirenes afgevoerd. Danny had zijn hiel verbrijzeld. Dus echt op 8 plekken. Die had zoveel pijn, zeg niet normaal. En ik had mijn kaak op 3 plekken gebroken en vingers en armen. Of één arm. Dus ja, dat was eenmaal kop en alles. Dus dat lag helemaal open, tanden eruit. Dat is echt super heftig ongeluk. Ja. Maar dan toch weer snel op die wagen. Ja, dus na 2 weken zat ik naast de cameraman, die zat in een rolstoel. Ik zat met 2 armen in het gips en die kraken op elkaar. Mijn man was mee met een blender, want ik kon helemaal niet eten. Dus die zorgde dat ik tussendoor normaal eten kreeg. En zo heb ik de film afgemaakt in België. Ja. En heb je een bizar? Ja, stom. Ja, het is ongezond en bizar natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, daar heb ik daarna heel veel angsten ontwikkeld, maar tijdens de film niet. Dus dat was gewoon een enorme focus van die film moet af. En nadat de film gedraaid was, de montage moet goed. Ik wilde niks uit handen geven. Dus ik heb hem gewoon helemaal tot het einde toe heb ik het afgemaakt. En toen weet ik nog dat we tussen de geluid, geloof ik, en het beeld, dat ik naar Italië ben gegaan op vakantie. En toen begon ik te ontdekken dat het toch wel niet helemaal goed met mij ging. Toen weet ik ineens, ik was voor alles bang. Echt niet normaal. Ik ben altijd al, ik kan mijn leven wel met wat angsten, maar... Die waren daar gewoon out of control. Dus ik dacht gewoon, als we in de auto zaten, nou, we gaan gewoon dood, weet ik zeker. We hadden een heel schattig huisje ergens in the middle of nowhere. Nou, ik heb geen ogen dicht gedaan. Ik dacht, ja, hier is straw dogs-achtige omgeving. We gaan eraan. En gewoon alleen maar denken van het einde komt eraan. Dus dat, maar toen was de film, toen moest de film nog af? Toen moest de film nog af, ja. Dus ja. Dat begon daar. En, hoe was jouw man daarin dan? Die zei, die begreep dat je het af wilde maken? Of hoe, die zei, die vond je niet... Ja, het was gewoon niet te houden. Dus. Nee, je moest gewoon door. Ja. Ja, ik snap het eigenlijk ook niet hoor. Als ik er zelf nu op terugkijk en ik kijk naar ons. Want ik weet ook dat hij het echt heel erg vond. Want hij, hij kreeg natuurlijk een telefoontje van, er is een ongeluk gebeurd. Ik was op weg naar het ziekenhuis. Niemand wist hoe erg het was op dat moment. Ik weet zelf nog dat ik in de ambulance lag en een sirene hoorde. En dat ik dacht dat het de sirene van Danny's ambulance was. Omdat die alleen maar zo lag te schreeuwen. En ik was eigenlijk heel stil. Ik was gewoon totaal stil. Er kwam helemaal geen geluid uit mij. En ik was ook half bewusteloos en dan kwam ik weer een beetje bij. Ik was heel erg gefocust op mijn dochter. Die was op de set. Die was erbij. Dat was echt vreselijk dramatisch. Die was 12 of zo. Dus die moest ik achterlaten terwijl ik een ambulance ging. Dus mijn focus lag eigenlijk helemaal daar. Ja. En dus Mike heeft
gewoon uren gehad dat hij op weg was naar Brussel en gewoon niet wist wat er aan de hand was. Ik ging een scan in, ze wisten niet of ik hersenletsel had of misschien mijn rug gebroken of verlamd. Of... Het was gewoon totaal onduidelijk wat er aan de hand was. En tegen de tijd dat hij dus die eerste hulp in kwam rennen, toen was ik zo opgelucht. Want nou, ik wist dus wat er aan de hand was. Mijn kaken was maar gebroken en het was allemaal helemaal niet zo erg. Nee. Ik had ook geen idee hoe ik eruit zag, dus ik had ook mezelf helemaal niet in de spiegel gezien. Maar ik wist dus ook niet dat mijn kaken nog scheef stonden en dat mijn tanden eruit waren. En dat ik was gehecht en zo, en ik had allemaal wonden in mijn gezicht. Dus toen hij binnenkwam, zag ik er verschrikkelijk uit. En ik zei alleen maar met een big smile van, het gaat hartstikke goed. Het is echt zo'n geluk gehad. Ik was echt alleen, ik was euforisch over hoeveel geluk ik had gehad. En eigenlijk heb ik die 2 weken thuis op de bank ook alleen maar gedacht, ik had gewoon dood kunnen zijn en ik leef nog. En ik had verlamd kunnen zijn en dat is niet gebeurd. Dus ik was gewoon alleen maar gericht op, er is niets aan de hand, let's go. En hij zag gewoon dat ik niet voor de hele vatbaar was. Dus, ja, liep maar. En was het dan een verlengde vorm van adrenaline? Ik bedoel, als ik, vroeger als ik op mijn wielrenfiets zat en ik viel, dan wil je gewoon weer opstaan. Dan heb je helemaal niet in de gaten. En dan was de dag erna dat ik denk, ja, mijn lijf zegt eigenlijk, is gewoon helemaal scheef. Ja. Dat kan helemaal niet. Maar dit is natuurlijk, een ongeluk is natuurlijk nog intenser. Ja. Ja, nee, ik denk zeker dat het heel veel adrenaline is geweest. Ja. Want er is ook nog, ik kan me ook nog herinneren dat we een bijeenkomst hadden met Erik van Looy. En ik had allemaal aantekeningen. Ik kon natuurlijk niks meer. Want ik zag allebei mijn handen zaten in het gips. Dus ik kon nog geen aantekeningen maken. Ik had geloof ik nog 1 duim die niet in het gips zat waar ik dan mee kon typen. Dus dan probeerde ik zo al mijn aantekeningen voor hem in orde te maken en dan hadden we een gesprek en dat ging heel goed en toen ging hij weg en toen zei ik tegen Mike, wil je me naar het ziekenhuis brengen, want ik geloof dat het niet goed gaat. Maar uiteindelijk kon ik gewoon thuis blijven, maar ik dacht echt, dat, pas als mensen weggingen en ik voelde ik pas wat ik voelde. Ik had zoveel pijn en was zo, voelde me zo ellendig, maar dan kon ik dan door die adrenaline kon ik me dat helemaal overstijgen. En ben je vanuit daaruit dan meteen doorgaan met wat je zegt net, ik ben ingestort, maar heb je vanuit daaruit dan een, ben je vanuit daaruit anders naar je vak gaan kijken of anders naar je de manier waarop je dat deed? Of, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Nee, ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus ik weet in die vakantie dat ik daar al wel al dus, die angst had en die voelde ik wel heel duidelijk, maar die heb ik ook meteen weer onderdrukt. Ik dacht ook dat ligt aan die plek, daar. Want ja, dat was Italië, een eng huisje en daar komt het door. En toen heb ik Jackie dus gemaakt. Ja. Maar daar, dat was helemaal in Amerika. Dus ik moest ineens de hele tijd vliegen. En ik ontwikkelde best wel heftige vliegangst ook. Dus, en omdat ik heel veel onder behandeling was bij de tandarts, omdat al die tanden eruit waren en omdat mijn kaak scheef was en het bleek ook een discus. Nou, in ieder geval, lang verhaal, ik kreeg van de tandarts voor iedere behandeling kreeg ik diazepam. Ja, om, dat klinkt heftig, want nee, ik ken het niet, dus het zal waarschijnlijk niet bij de ethos liggen. Nee, het ligt zeker niet bij de ethos, maar het is eigenlijk een spierverslapper. Ja, maar je gaat er ook van hallucineren? Het remde mijn angsten. Dus ik heb daarna steeds aan de tandarts, als ik ging vliegen, vroeg ik weer een recept voor diazepam. Dus mijn tandarts werd eigenlijk mijn supplier. Die heeft me de hele Jackie-productie doorgeholpen. Want Jackie was een verhaal wat je... Jackie was een film met... eigenlijk was na De Gelukkige Huisvrouw... wilden we met hetzelfde team heel graag weer een nieuwe film maken. En eigenlijk kwam Lof daar tussendoor. Maar we hadden wel meteen zoiets van... de samenwerking is gewoon zo goed gegaan. Dus ook de producent zei, we willen daarin investeren. En wilde ook weer met Caries, dus gewoon echt helemaal hetzelfde team. En Caries wilde al heel lang iets met Jelka. Ja. Dus toen kwam het idee om iets met Caries en Jelka samen te doen. En Marnie Blok en Karin Hospedekaan, de scenario-schrijvers, hadden een idee al heel lang liggen over 2 zussen met een roadtrip. Ja. Dus toen, ja, daar kwam eigenlijk alles samen. En zijn we die film gaan maken.
Maar dat was heel snel eigenlijk ook weer na Loft. En ik weet, hoe zat dat met de financiering? Volgens mij was dat niet iets wat helemaal al in kannen en kruiken was, maar wel, wat wel goed verlopen is uiteindelijk. Het was niet zoveel geld als dat we hadden gehoopt. Ja. Er viel wel ook daar weer iets weg. Maar ja, we hadden wel Holly Hunter bijvoorbeeld erin. En, maar dat is 2011. 2011. Ja. Ja, ik weet de data zo goed, omdat ik heb iedere set wel een ander drama meegemaakt. Maar mijn vader overleed tijdens dat ik in Amerika was. Dat was de volgende hobbelklap die erop kwam. Ja. En wanneer ben je dan daar anders? Wanneer is die fase ingegaan dat je anders naar je werk keek dan? Of anders met je werk omging, of die volgende 7 jaar inging. Dat is een paar jaar. Even wat sneller. Dus Jackie, daar inderdaad overleed mijn vader. Dat was echt wel een klap, maar aan de andere kant ook een opluchting. Want mijn vader die heeft meer dan 30 jaar in psychiatrische inrichting gewoond, is dadelijk dood gegaan en was... Ja, had eigenlijk gewoon een heel erg treurig leven. Dus ja. dat hij dat leven ophield, was op zichzelf eigenlijk best wel een zegen voor hem en voor ons. Maar mijn moeder werd in hetzelfde jaar, kreeg de diagnose dat ze uitgezaaide borstkanker had. Dus daar was eigenlijk mijn focus heel erg op gericht. Want die kreeg allemaal belangrijke uitslagen als ik in Amerika was. Ja. Of een behandeling wel of niet zou aanslaan. Dus dat mijn vader kon overlijden, daar had ik eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden. Ik was gewoon heel erg met mijn moeder bezig. Dus toen, na Jackie kwam Sof. Ja. In de tussentijd ben ik met mede-eigenaar van Mail Street Film van de Raad van Bommel geworden. We waren eigenlijk na Hans Klok al, wat ik zei, bevriend. Hans Klok heeft jullie in het echt verbonden. Ja. In Vegas. Ja. Ja. Nee, en toen ik Raak ontmoette, dacht ik echt zo van, wow, er bestaat nog iemand die... Of er bestaat iemand die nog harder kan rennen dan ik. Dus dat vond ik toen echt een... daar wil ik gewoon bij horen. Ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat wij naar Denemarken gingen. Dat is even een klein uitstapje. We hadden besloten om samen dat bedrijf te gaan doen. Of het bedrijf bestond al, maar ik zou er gewoon inkomen. Contracten waren allemaal opgetekend. Niet getekend, maar wel alles was opgeschreven. En we gingen naar Denemarken omdat we gingen praten met de schrijvers van The Killing. Omdat we wilden vragen of die De Held wilden schrijven. Dus een boek van Jessica Deurlof waar we de rechten van hadden. En Rachel was alleen maar aan het rennen. En ik weet nog, en ik was net in de overgang. En ik was alleen maar aan het zweten. En ik was wel achter Rachel aan het rennen om erbij te houden. En ik had echt zo'n moment en ik dacht, oké. Dit is het dus, hè. Besef je wat je gaat doen. Als jij nu dit pad op gaat, ga je alleen maar rennen. Ja. We hebben alleen maar gerend. In Denemarken gerend. Op de terugweg moesten we rennen, want toen moesten we naar de première van Gooise Vrouwen, waar zij de distributeur van was. En omdat ze zei, laten we op Schiphol even opmaken ergens. Dat iemand bezig was om dat te doen. En was zo erg aan het zweten, dat alles liep gewoon zo. Ik zei, haal maar op, het heeft gewoon geen zin. Weet je, want alles kwam maar gewoon drukte naar beneden. En ik heb nog heel vaak aan dat beeld gedacht van dat rennen. Want dat is, uiteindelijk heeft me dat de nek de das omgedaan, de nek omgedraaid. Ja. Uiteindelijk is die samenwerking de eentje geweest die te ambitieus was voor mij. Want om het even af te maken, na Jackie kwam Sof. Ja. Sof, daar was ik dus al producent op. Ja. Toen kregen we telescoopgeld voor De Held. We hadden Rendezvous, een boek van Esther Voel, waar we de rechten van hadden. En Sof 2. Dus dat waren eigenlijk 3 films die allemaal gefinancierd waren. We hadden een hele goede deal met RTL ook en met een aantal partners, waardoor we gewoon door konden stromen. Ja. Alleen alles was op mijn naam. En we hadden Nieuwe Buren, serie voor RTL ook. Dus ik wist gewoon niet meer hoe ik het moest doen. Het was gewoon zo ongelooflijk veel werk. En we probeerden bij Rendezvous een andere regisseur. Ja, als producent kan dat wel. Maar als je het ook allemaal moet regisseren, dan is het wel even een ander idee. Ja. Ja, dat ging gewoon niet. En bij Sof, laat ik het belangrijkste niet vergeten, is mijn moeder overleden. Dus
Op de eerste draaidag van Sof was mijn moeder op de intensive care opgenomen op Curaçao. Dus toen vloog mijn zussen daarheen, die was bijna dood. Ik dacht, ik wilde zo graag een keer een film waar het gewoon een feestje was en er niks aan de hand was in mijn privéleven. Dat is overigens wel gelukt, want mijn moeder kwam terug en die heeft toen best nog wel een tijd geleefd en ook goed geleefd en zo. Dus ik kon Sof wel gewoon goed afmaken. Maar tijdens de montage is ze dus overleden. En daar is wel bij mij toen iets gebeurd. En ik wist meteen ook toen mijn moeder overleed, dacht ik van, dit gaat een levensveranderende ervaring worden. Mm-hmm. Maar het is het nu nog niet, maar het gaat mijn leven echt volledig op z'n kop zetten. Dat voelde ik. Maar ja, ik gaf daar niet aan toe, want ik had een bedrijf en heel veel plan op stapel. En bij het rendezvous is het toen gewoon helemaal misgegaan. Toen dacht ik, oké, ik kan deze film misschien nog net afmaken, kan nog net de eindstreep halen, maar daarna moet ik echt uit alles gestopt, overal eruit gehaald worden, want anders dan, ik sliep helemaal niet, ik had heel veel angsten, ik had heel veel pijn, ik wist gewoon niet hoe ik de ene voet voor de andere moest zitten. Dus ik heb totaal overspannen een speelfilm gemaakt, waarvan ik eigenlijk vanaf dag 1 al wist dat het niet goed was. Goede film was. Ja. Dus dat was ook heel frustrerend, dat je iets aan het maken bent en dat je een hele karavaan probeert mee te krijgen. En je kan als kapitein op het schip, kan je gewoon echt niet zeggen van, ik vind het ook niet goed. Ja. Dus was iedereen voor mijn gevoel aan het blazeren. Ik weet nog dat toen de geluidsmix klaar was in België, dat ik echt gewoon, toen het helemaal klaar was, toen ik vond toen al lullig dat ik het zei, want er zaten ook weer een paar mensen die heel hard hadden gewerkt. Dat ik alleen maar zei, wat een kutfilm. Echt, wat een kutfilm. Ik heb hem ook nooit meer gezien. Ik wil hem ook nooit meer zien. En zo slecht is hij nou ook weer niet. Maar voor mij was dat echt de druppel. En toen ben ik gestopt met filmen. Ja. En heb je die... En met het bedrijf ook eruit getrapt. Ja. En heb je die... als je dat vergelijkt met het kapiteinschap, als je dan die commercials maakt in dat bedrijf en hoe je dat dan vergelijkt met de film, heb je dan het gevoel dat je harder moet lopen als regisseur, meer een kapitein moet zijn dan bij die commercials, waarin je gewoon in een dag met een bureau en een klant, waar je toch meer zo is dat ja, qua energie, hoe zou je dat qua energie omschrijven? Ja. Er zijn natuurlijk heel veel commercial regisseurs die graag films willen maken en nou ja, er zijn veel filmregisseurs die ook wel eens commercials maken, maar goed, zou je daar iets over? Ja, ik denk, commercials voelt veel willekeuriger of zo. En ja. Ik denk ook dat het iets is, volgens mij kan je als commercialregisseur niet zomaar een film maken en als filmregisseur niet zomaar een commercial maken. Het is echt een ander vak. En je moet er helemaal voor gaan. Als je commercialregisseur wilt zijn, dan moet je zorgen dat je gewoon, on top of it bent. En dat je hebt zoveel kansen nodig. En ze moeten je echt zien zitten. En het is totaal willekeurig eigenlijk waar de klik zit. En met wie. En wie dan boven komt drijven. En als je boven komt drijven, dat je daar blijft. Ook op die plek. Er zijn maar heel weinig speelfilm of commercial regisseurs die ook een langer leven hebben dan 7 jaar. De meeste mensen zijn gewoon echt wel klaar dan. En dan moet je er ook echt uit. Want als je er dan niet uitgaat, dan word je echt een zure, vervelende regisseur die alleen maar loopt te klagen. En daar wil al helemaal niemand mee werken. Dus ja. Je hebt een soort, maar je bent ook een kapitein op een schip. Je hebt heel veel energie nodig om iedereen mee te krijgen. En je moet een verbinding zijn tussen de klant en de anderen. Tussen iedereen. Ja, je moet echt spinnen. Het is echt niet makkelijk. Nee. Commercial regisseur, echt niet. Ik vraag me het verschil. Hoor. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg meer van, is er een verschil qua energie? Het zijn sprintjes of marathons. Dat is denk ik het verschil. Voor een commercial is 1-2 draaidagen. En binnen een maand heb je de opdracht en is hij klaar. En met een speelfilm is dat een jaar. En dan heb je 30 draaidagen. Dus het is... wat dat betreft totaal niet met elkaar te vergelijken. Nee. Nee, maar ik zit meer ervan, omdat je het natuurlijk... Als je in een speelfilm zit en je hebt het gevoel dat je overspannen bent, dat lijkt me, dan moet je nog wel... Maar dan zit je en je zit op kilometer 10. Dat is natuurlijk wel anders dan dat je denkt, ik moet nog 10. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk...
Nee, ik heb bij commercials ook wel eens op de wc gezeten. Dat ik dan tegen mezelf zei, denk aan de geld. Om het maar gewoon vol te kunnen houden als creatieve. Dat je soms denkt van ja, waar hebben we het eigenlijk over? En dat de verschillen die zij dan willen en die jij dan wil zo minimaal zijn. Dat het eigenlijk over het heel anders lijkt te gaan. Soms discussies in de montage. Maar ik paste ook eigenlijk helemaal niet in die commercial wereld. Ik voel me daar nooit op mijn gemak gevoeld. Nooit thuis gevoeld. Dat het idee gehad dat ik iets moest zijn dat ik niet was. Of zo. In die wereld? Ja. En bij film was dat, had je daar minder last van? Ja, daar hoorde ik veel meer thuis. Ja. En vanuit... Je hebt die stap gemaakt van commercial naar film. Mm-hmm. Film afgerond eigenlijk. Ja. Kijk, afgerond. Achteraf is altijd alles een mooi verhaal. Want dan zeg je, oh wat goed. En dan ging je van films maken, ging je ineens naar een boek schrijven. Maar mensen hebben wel een beetje ingevoeld dat deze schermwolken weer even. Nee, dus we kregen de kans, Mike, mijn vriend en ik, om een huis te huren in Frankrijk. Dat is nog steeds ons huis, wat we gewoon voor altijd kunnen huren. Voor een schappelijke prijs van vrienden. Pachten. Pachten. Wij zijn verhuisd. We zijn gewoon naar Frankrijk verhuisd. Nadat de film klaar was en Mike klaar was met zijn dingen. Hij maakte ook een overstap, want hij maakte een documentaire serie, reisseries voor de VPRO. Langs de oevers van de Yangtze, die series heeft hij gemaakt. En hij ging scenario's schrijven. Dus dat kon hij in Frankrijk doen. Dus we zijn verhuisd naar Frankrijk. Ik eigenlijk gewoon met het idee van, ik moet helen. Ik had al een jaar van therapieën en soul searching en weet ik wat achter me kiezen tussen dat we naar Frankrijk gingen en dat de film af was. En toen in Frankrijk dacht ik, er is al heel lang eigenlijk één project in mijn computer waar ik iets mee wil. Op school, theaterschool, probeert een voorstelling over te maken. Ik heb toen documentaires maakte, geprobeerd een documentaire over te maken. Alle vormen voor dat verhaal bleken niet de juiste te zijn. Op 6 juli. 6 juli, 12 uur. Party alarm. Party alarm. Wij zit Jeroen, zou zeggen party alarm. Zit die niet onder een van je knoppen? Nee, die kunnen we wel inzetten. Misschien moeten we die gasroute er later even inzetten. Toen zijn we naar Frankrijk verhuisd en dat project is uiteindelijk mijn vader zijn vliegtuig een boek geworden. Maar dat was helemaal niet zo evident van dat het een boek zou worden. Of ik ga een boek schrijven. Ik dacht ook helemaal niet dat ik kon schrijven. En al laat staan een boek. Maar het was eigenlijk een... Ik had eigenlijk een serie scènes, ideeën, personages. Het was een beetje een rommeltje dossier met allemaal ideetjes die ik in de loop der jaren verzameld had. Met het idee, dit ga ik ooit allemaal aan een schrijver geven en die gaat er dan een scenario voor een film van schrijven. Dat was mijn plan. En toen las ik het terug en toen dacht ik, nee, heel grappig. Het heeft eigenlijk de structuur al van een boek. Omdat het zo beschreven was, helemaal niet als een film. Mm-hmm. En toen ben ik daarmee verder gegaan. Heb ik het eerst als een soort treatment helemaal opgezet. En toen dacht ik, ik ga gewoon beginnen. Ik heb toch niks anders te doen. En ik wilde wel iets doen. En ik kan ook gewoon niet niks doen. Dus ik heb uiteindelijk heel erg jarenlang gedisciplineerd 5 dagen in de week in Frankrijk geschreven. En daar kwam het boek uit. En dan schreef je 2-3 uur per dag of echt tijd? Nee, ik had het achteraf natuurlijk anders moeten doen, maar ik zat gewoon van 10 tot 6 achter mijn computer. In dat mooie Frankrijk. Terwijl je kan maar 2 uur of zo produceren, maar ik bleef dan maar zitten en schaven. En mezelf afleiden met van alles en nog wat op die computer. En je man die zat in een kamer daarnaast ook proberen een scenario te schrijven? Ja, dat is heel goed gelukt. Die heeft Vechters Hart 2 series daar geschreven. Ja. En hoe kwamen jullie dan s'avonds dan? We hadden van tevoren afgesproken toen we naar Frankrijk gingen. We gaan dus altijd aankleden. Alsof we gewoon. We hebben eigenlijk geoefend. Je hebt een korte quarantaine.
echt, dat zeiden we toen hij hier kwam, dachten ja, dit is precies zoals we in Frankrijk leefden. Dus voor ons was het helemaal niet nieuw, want we leefden daar heel erg geïsoleerd. Ja. Nee, Theo zat aan en we gaan niet drinken. Ja, s'avonds een keertje, maar niet gewoon bij de lunch al aan de lijn. Ja, en dan kun je de dag daarna kun je... niks meer drinken wat je opgeschreven. Nee, dat lijkt me heel ingewikkeld. Nee, inderdaad, s'avonds was toen was jouw dag. En was jouw dag. En soms laten we dingen aan elkaar voor. Want je hebt eerder met hem... Die film met Hans Klok had je met hem gemaakt? Ja. Want dat, kun je zeggen waarom je toen op dat moment een documentaire ging maken? Want dat voelt een beetje als een... Het was een uitstapje, hè? Ja. Ja, dat kwam omdat ik een commercial maakte met Hans Klok. Ja. Voor de Telegraaf. En dat was het moment in zijn leven dat het was vlak voordat hij naar China ging om daar een grote tour te doen. Ja. Maar hij stond ook nog in Duinwil en zo. Zijn broer had hem net naar de afgrond gebracht van het faillissement. Dus hij had al een periode in de Efteling gestaan om al die schulden weg te werken. En het was heel duidelijk dat het bedrijf zoals het functioneerde, dat niet meer ging. Ja. Zijn broer was gewoon leraar op een basisschool. En toen Hans zijn vader doodging, is hij zijn manager geworden, maar kon dat eigenlijk niet, maar deed het gewoon voor zijn broer. En er moest gewoon grote geld schieten bij om voor de ambities van Hans. Maar tegelijkertijd zag ik, omdat met die commercials heel veel voorbereiding, omdat hij moest allemaal goocheltrucs doen. En eigenlijk was het heel grappig om met hem samen eigenlijk die hele commercial vorm te geven. Van waar kan je een krant uit toveren? Ja, ja. Wat kan je met een ontbijt? Allemaal anders. En ik wilde één shot. Dus het was gewoon met hem zoeken naar hoe we kunnen één track doen, waar we niet in knippen, waar allemaal trucs in zitten. En een windmachine en overal liepen konijnen en zo. Toen kon de Telegraaf dat nog doen. Ik zie ze nu niet uitpakken met... Nee.